Ik woon hier samen met mijn vrouw en twee jonge kinderen. De woning is een ontwerp van Kaan Architecten. We wonen hier nu ondertussen 7 jaar. De betonnen gevelbekleding hebben we niet doorgetrokken naar binnen. We vonden het heel belangrijk om binnen met warme materialen te werken en zo weinig mogelijk verschillende materialen te werken, om het heel rustig te houden. Het is zo dat we altijd werken met ramen in tropisch hardhout, Aformosia. Omdat het zodanig mooie structuur heeft, hebben we beslist om diezelfde houtsoort door te trekken naar binnen en te gebruiken als parket en als trappenbekleding. Afwerking van de keukenkasten in Aformosia en in feite alle andere toepassingen in hout. Dat gaat hem over balustrade, trappenleuning, bureautablet. Waardoor dat we in feite in het interieur zelf maar met twee verschillende tinten zitten. Dat is enerzijds de witte muren en anderzijds alles van hout in die Aformosia. Voor ons belangrijk of heel leuk is dat je enorm veel met intimiteit kunt werken. Overdag kun je zeggen, ik heb hier een open woning met heel veel lichtinval. En s'avonds door te werken met gordijnen kun je het onmiddellijk weer heel gezellig maken en intiem maken. Steek de haard aan, de gordijnen gaan een stukje dicht. We blijven natuurlijk de hoge plafonds behouden, maar we hebben niet het gevoel van af te sluiten door de gordijn, maar we hebben wel het gevoel van een beetje af te sluiten van de buitenwereld, van het feit dat het donker wordt en daardoor ook geen inkijk meer te kunnen hebben. Dus de sfeer overdag, tussen de sfeer s'avonds, vooravond of als het buiten donker is totaal verschillend. En daardoor kan je enorm veel diversiteit gaan oproepen daarin. Mensen die soms de eerste keer onze woning bezoeken en je gaat er snel door, een keer verticaal en een keer horizontaal, vraag zich soms op een bepaald moment af, waar zitten we, waar zijn we nu juist? Maar dat maakt het leuk omdat je een bepaalde dynamiek hebt. En je ziet dan bijvoorbeeld de kinderen gaan soms daardoor verstoppertje gaan spelen, omdat ze gemakkelijk een uitweg hebben voor ergens naartoe te gaan. Wij hebben onze bepaalde manier van gaan in een woning ook. En dat maakt het heel, heel dynamisch uiteindelijk. En dat maakt het heel plezant. Het is alsof je soms in je eigen huis nieuwe ruimtes ontdekt, gewoon door een keer er op een andere manier naartoe te gaan.